Het is bijna 2 jaar geleden dat deze gipsmodellen voor het Nationale Monument onder handen werden genomen door hun ontwerper John Redeker. 70 jaar oud is deze beeldhouwer deze dagen vrij onverwacht overleden. In het Teurop-monument in Den Haag komt het grote talent van Redeker tot uitdrukking. Evenals in het oorlogsmonument dat hij maakte voor Waalwijk, de man die valt voor het vuurpeloton. Eind november werd op de piloon van het Nationale Monument in Amsterdam de koepelvormige top geplaatst. Dit werk geschiedde in aanwezigheid van John Redeker, die op die dag zijn laatste bezoek bracht aan deze plaats. De sneeuwstorm die onlangs over ons land ging, vertraagde de plaatsing van het eerste voor dit monument bestemde beeld. In dit beeld, de centrale figuur van het gedenkteken, zijn op ontroerende wijze de vrede en de vrijheid gesymboliseerd. De twee zoons van Redeker waren ter plaatse toen het op zijn voetstuk werd gezet. Op diezelfde dag overleed hun vader. Op weg naar zijn laatste rustplaats kwam Redeker nog 1 keer langs het monument, waarvan hij de voltooiing en onthulling niet meer mocht beleven. Maar dat, evenals zoveel andere werken, zal blijven getuigen van zijn kunstenaarschap.